Ik moet met jullie delen, want hoe zware week dit voor mij wordt. Hey toppers, welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is vandaag dinsdag en ik begin de weekvlog weer op dinsdag. Ik weet niet waarom. Maar goed, maandag was niet spannend. Maandag was alleen maar stress, want ik had een hele lange dienst en daarna moest ik nog snel verf en zo halen, want er was niet meer genoeg verf. En ik moest nieuwe spuitbussen halen, want we gingen in een nieuwe woning die plinten en zo spuiten. En ik was alleen maar in stress. Vast in de file. Het was a lot. Gisteren duurde het echt te lang. Ik was pas om 12 uur of zo thuis. En mijn vriend en ik gingen ook echt veel te laat naar bed. Dus ja, vanochtend moest ik weer werken om 7:50. Ik heb volgens mij 2 uurtjes geslapen. Ik was chagrijnig vandaag. Het was vandaag niet een leuke dag, jongens. Ik wil niet eens zo die vlog openen, hè, maar ik moet met jullie delen wat voor zware week dit voor mij wordt. Maar goed, in ieder geval gaat mijn dag zo meteen wel weer leuk worden. Want ik ga lekker naar King Promise concert in de Melkweg. En ik heb er echt zin in. Ik hou van King Promise. Ik heb er echt zin in. Ik heb ook, omdat mijn zusje dit weekend jarig is, heb ik ook als cadeautje een kaartje voor haar gehaald. Dus ik neem er mee. Nou ja, ik heb er zin in. En voor de rest, ja, mijn chagrijnige koppie is nu weer weg. Want ik ben klaar met werken, net. Ik zit nu in de auto om gauw naar huis te gaan en me om te kleden. Hey, gewoon zit mijn jas vast tussen die deur. En me klaar te gaan maken. Maar eerst ga ik, ja, ik ga naar huis. Nee, ik ga me niet thuis klaarmaken. Ik ga mijn spullen pakken en dan ga ik snel racen naar mijn moeder. En dan ga ik heel gauw koken, zodat de rest die thuis blijft wel gewoon eten heeft. En voor vandaag ga ik sowieso niet meer klussen. Want ja, dat ga ik gewoon allemaal niet redden. Maar goed, morgen zal ik jullie in ieder geval een update wijzen van het huis tot nu toe. Wat we allemaal hebben gedaan. Anyway, let me go home. Ik moet natuurlijk wel mijn bril op, want ik heb geen zin. Tot strakjes! Zo, ik heb me toch maar wel snel thuis klaargemaakt. Ik ga jullie snel mijn outfit wijzen. Ik heb deze blazer aan van de Zara. Gewoon zo'n two-piece setje van de Primark en mijn Yeezys. En dat is de outfit. Ik moet echt naar thuis. Jongens, ik word gewoon ziek. Goed, ik ga gewoon deze tas erbij. En dat is de outfit zo'n beetje. Ga kijken ook of ik een leuke foto kan maken. Want ik heb echt lang geen foto's geplaatst op Instagram. En ja, mijn haar is nu alweer aan het ontploffen. Ik heb het ook zo snel gedaan, niet normaal. Maar goed, ik ga specially ophalen en dan gaan we richting Daddy. Ready? Ik hoop niet dat dit de rij is van King Promise, jongens. Want ik ga er niet in staan. We laten de taxi opstaan, dus dit mag, mensen. No, I think about the old days. I was deep in the streets, but that's an old phase. I kind of be shit and my friend of me. We get an MME, so I get that from a decent. Yeah. Oh, yeah. LP, give me some old school remedies, yeah. All right.
Vloggen. Natuurlijk niet alles, maar ik zal proberen er wat van te maken. En ja, dat was gisteren. Vandaag ben ik hier omdat tussen 1 uur en 3 uur, 10 over 3 eigenlijk, de laminaat wordt geleverd. Ik kan niet wachten, want als een van die laminaat er is, komt de meneer die is van mij gaat liggen. En dan kan het eindelijk een huisje worden waar ik dus totaal niet op kan wachten. Maar goed, ik ga jullie zo meteen meenemen. Want dan ga ik jullie allemaal wijzen wat we tot nu toe hebben gedaan. Er zijn nog een paar schoonheidsfoutjes overal die mijn vriend gaat fixen. Ik ga sowieso ook zo meteen alvast proberen te fixen. Maar hij vindt dat ik gewoon op hem moet wachten. Maar hij moet vandaag... morgen en vrijdag werken. Hij zegt wel dat hij voor vrijdag gaat kijken of hij verlof kan nemen, zodat hij eerder kan komen en we dan vrijdag kunnen verhuizen. Maar ik weet het niet hoor. Ik zie wel of het is gelukt. Maar tot die tijd heb ik gewoon in mijn hoofd dat ik zaterdag ga verhuizen. Maar goed, ik ga alvast jullie wijzen. Wat voor gedaan? Het licht hier is echt goed, hè? Let's go. Nou, ten eerste hebben we hier de deur. Die was heel lelijk geel. Heeft mijn vriend zwart gemaakt. Alleen, deze zijkantjes zijn niet echt gepakt. Dus dat is alvast één schoonheidsfoutje. Maar voor de rest vind ik de deur echt heel mooi geworden. Hier, deze stopcontacten heb ik allemaal zwart gespoten. Alleen, je ziet wat spuiten doet. Dit mag ik weer opnieuw gaan verven. En dat ga ik zo meteen dus wel doen. En we hebben ook de plinten zwart gespoten. Ik heb de plinten zwart gespoten. Heb ik ook niet zo netjes gedaan. Maar kijk, van de grond moeten jullie eigenlijk niet kijken. Dat maakt niet uit, want daar komt laminaat. Maar de rand erboven, dat moet ik allemaal gaan fixen. Hoi. Hoi mensen. Ik ben Jeremiah. Ja, ze weten wie jij bent. Dat is je naam niet in volgorde. Je naam is Jeremiah Gabriel Shin. Niet Jeremiah Shin Gabriel. Ja, oké. Okay. En vandaag is het dinsdag. Net als ik naar school.
is niet dinsdag, is woensdag. Ik bedoel woensdag. En ze haar mag ook weer opnieuw. Ik heb eergisteren jaar gedaan. Daar ben ik net pas gekomen. Nou. Oké, kan ik door? Ja. Mensen, vergeet dat. Oké, maar goed. Slaapkamer, ja, daar hebben we gewoon allemaal de muren gewit. En de deuren moeten ook nog wit gemaakt worden. Want dit is zo lelijk, you guys. Deze kleur, dat beige, crème, I don't like. Dat moeten we gewoon allemaal nog witten. Maar voor de rest zijn de muren wit. En hier zijn natuurlijk ook alle muren gewoon wit. Alleen die schoonheidsfoutjes. Dus dat. En ja, ook de plinten hier. Zwart gemaakt. En deel van deze deur komt ook zwart. En ja, dit ook spuiten, jongens. Je kan beter alles afplakken. Want wij hebben zeg maar alleen de zijkant afgeplakt. En uiteindelijk heeft het niet echt gewerkt. Wat? Nee, nee, nee. Je gaat niks downloaden. Nee, niet downloaden. En voor de woonkamer, ja. Hier is het, nog meer uitgelopen. Wat echt verschrikkelijk is. Maar ja, dat is dus... Hier komt helemaal behang. Ik ga een beetje naar achter voor jullie. Hier komt helemaal behang. Dus dat maakt er niet uit dat daar dan zo uit is gelopen. En wat nog meer? De lampen zijn er. Alleen moet het plafond nog gewit worden. En deze lamp heb ik van de Praxis. Ja, heb ik van de Praxis. En de gloeilampen erin heb ik van de Jisk. En voor de rest heb ik gewoon van die normale plafondlampen. En alleen bij de keuken komt ook zo'n hanglamp. En letten jullie niet op het rommeltje. We zijn natuurlijk bezig met klussen. Alleen nog één keukenkast moet zwart geplakt worden. Dat ga ik zelf doen. Mijn moeder is er nu niet. En ja, dit hebben we gewoon. Zie je? Dus dat is het een beetje tot zover. Mijn behang is er ook al. Ik ga even kijken of die meneer die mijn vloer gaat doen, dit ook voor me kan dingen. Dit wordt mijn behang. Je ziet hier eigenlijk niet hoe mooi het is, maar het is een beetje net als die wandpanelen. Het voelt ook een beetje aan als hout. Dus ja, dat is het eigenlijk. Mijn hoofd jeukt. Ik denk dat ik binnen haar... Ik denk dat ik binnenkort mijn haar ga losmaken. Want ik ben het ook al een beetje zat. En mijn haar is echt aan het afbreken. Niet normaal. Maar goed, ik ga... sinds ik toch moet wachten, maar even beginnen met die witte stukjes die zwart zijn geworden, weer verven. En dan ben ik zo bij je terug. Much later. Much later. Nou jongens, het is een aantal uur verder. En ik heb me toch een honger. Ik hou op daarmee. Hou op daarmee. Is niet leuk. Ik ben net even wat te drinken gaan halen. Want ik heb geen drankjes meer in de nieuwe woning. En die man van die laminaat wilde ook wel wat drinken. Dus dat heb ik gehaald. Waarom zeg ik steeds man? Het is echt een... Is hij nou familie van ons? Ja. Of is het gewoon een super goede kennis van de familie? Ik weet het niet meer. Nee, hij is familie met ons. Maar goed. Waarom ging ik om oompie roepen? Omdat jij iedereen oompie roept. Maar goed. Ja, ik heb even pizza gehaald. En garlic bread bij de New York pizza. Toen ik dus drink had gehaald. Het is niet... Kijk daar, lekker. Pizza. Dit is garlic bread. Jezus. Mijn kind denkt altijd dat hij alles beter weet. Het is nog super vers. Kijk. Lekker! Maar goed, ik ga heel even gauw naar die andere etterbakjes. Mijn zusjes en broertje. Ik ga even snel kijken wat zij allemaal doen. We gaan voor. En dan ga ik weer terug naar mijn woning. En ja, naar die nieuwe woning. En naar mijn, want daar was ik even bezig met die dingen als kozijnen verven. En dan ga ik ook naar mijn oude woning even een paar spullen alvast inpakken. Zodat en mijn playstation pakken. Een beetje... doen. En mijn playstation pakken, toch? Ja. Goedemorgen, jongens. Ik ben net wakker. En ik kon echt niet wakker worden. Ik ben ook echt zieker geworden. En het is echt verschrikkelijk. Ik voel me echt slecht. Maar ik moet Jeremiah naar school brengen. Dus ik kan niet uit gaan slapen.
Ik moet ook nog zoveel inpakken thuis. Nog een paar dingen losmaken van de muur. Ik zie er niet uit. I'm sorry. Maar ik weet echt niet hoe ik vandaag overleef. Echt niet. Maar goed. Ik pak er niet weer bij wanneer ik er weer redelijk uitzie. Want dit is hem niet, hè. Sorry. Hey jongens. Het is inmiddels al... Was mijn horloge? Inmiddels alweer. Het is inmiddels... Ik kan niet eens praten, want het is zo jong. I cannot. Het is inmiddels al middag. Het is 3 uur volgens mij. Net toen ik keek was het 3 uur. Dus ik denk dat het nu 3:01 is. En ik ben thuis. Ik kwam thuis om spullen in te pakken. Voor de verhuizing morgen. Maar jullie raden het niet. Ik heb niks ingepakt. Want ik voel me zo beroerd. Zo en zo beroerd. Like, no jokes. En jullie weten van mij. Ik hou niet van om zielig te doen en dat soort dingen. Maar ik ben gewoon echt ziek. Ik ben gewoon echt ziek. En het wordt gewoon alleen maar erger. Maar goed. Ik moet alsnog naar buiten. Ik moet gewoon alsnog van alles doen. Ik kan niet zeggen van oké, nee, ik ben ziek. Ik doe het niet. Het moet. Want ja, ik moet morgen gewoon verhuizen. Mijn vriend heeft al vrijgenomen. Zodat we morgen kunnen verhuizen. En mijn broertje is vandaag jarig. Dus ik dacht, ook al kan hij niks doen, wil ik wel even gewoon zijn lievelingseten voor hem klaarmaken. Roti. Dus dat ga ik ook doen. Ik heb een gesprek. Oude gesprek met Jeremiah op school. Dus dat is om... Ik zoek weer mijn horloge. Dat is om 3:50. Dus ik moet eigenlijk echt nu uit huis. En is het 3:50? Volgens mij 3:50. Nee, 3:50. Jocelyn. 3:50, jongens. En ik moet ook vanavond naar het werkuitje. Gaan we uit eten bij restaurant Kukusai of zo. Maar goed, ik zie het allemaal wel. Ik hoop. Dat my strong ass gewoon even strong kan blijven. Tot vanavond, zo. En ik gewoon alles kan doen wat ik moet doen. Ik zie er in ieder geval weer wat redelijker uit. Alleen heb ik geen kleur of zo. Maar ik heb ook geen zin om make-up te zetten. Is toch maar werk. Dus ja. Maar goed. Voor de rest. Ik heb gewoon outfit of the day. Ik heb gewoon deze kooltrui aan van de Sarah volgens mij. Leren jack. Zeg maar leren jack. Ik kan echt niet praten. Wat is dit? Leren blazer van de Sarah. Jeans. True religion. En ik ga gewoon laarzen dragen. Because yeah. That's what we're gonna do. Welke tas ga ik? Ik zie het wel. Ik raak ook helemaal oververhit hier ook. Terwijl ik gewoon echt mijn tijd heb genomen met klaarmaken. Want ik ben super langzaam. Jocelyn, ik kan niet praten. Wat is dit? Oh mijn god. Ik ben super langzaam ook geworden. Ik weet niet wat er aan de hand is. Ik hoop echt niet dat ik corona heb. Like, don't have corona, please. Maar goed. Ja, ik ga maar doen. Ik ga maar naar huis. Nou jongens, heb ik even spijt dat ik met de auto hier naartoe ben. Ik moet gewoon €16 aan parkeer betalen. Om... Maar die, laat me niet zeggen, stomme etentje. Maar om hier te zijn. Jong, jong, jong. Maar goed. Ik ging zo eten. De lamp. Eten het. Oh, de lamp. De lamp. Ik ben hier toch? Ja. Bepaalde 10 jaar later en onze toetje is er. Eet smakelijk, Jair. Eet smakelijk, hey guys. Yes, yes. Goedemorgen, jongens. Het is een nieuwe dag. Het is vandaag vrijdag, volgens mij. Ja, het is vandaag vrijdag. En gisteren was het echt gezellig. Ik heb niet zoveel gevlogd, maar ja, het was gewoon super gezellig. Ook al voelde ik me niet altijd best. Mijn collega's lieten me echt lachen en zo. Dus ja.
En vandaag, zoals jullie kunnen zien, heb ik wat ingepakt. Alleen heb ik niet alles gedaan omdat mijn vuilniszakken op waren. En ja, ik heb zo zeg maar, mijn kleding heb ik echt maar zo vastgemaakt. Zodat ik het alleen maar weer hoef op te hangen. De zak eraf te halen en op te hangen. Is dat. Jullie horen ook nog steeds aan mij dat ik gewoon zieker aan het worden ben. Maar we moeten door, we moeten door. Ik ga nu even naar de woning, want ik ben net gebeld dat mijn laminaat op is. Daar snap ik helemaal niks van. Want die berekening is gemaakt in de winkel van hoeveel ik nodig zou moeten hebben met de plattegrond. Dus ja, dat ga ik even bekijken. Want ik wil niet weer een week gaan wachten op die laminaat. En als ik dan even een afmeting kan nemen, ga ik gewoon even kijken voor de andere vloer die op voorraad is. Want alleen Jeremiah's kamer en de opberg / washok hebben volgens mij geen vloer. Als het goed is, als ik hem goed heb begrepen. Maar ja, dat ga ik gewoon nu even checken. En ja, mijn vriend is er nog niet. Hij is nog onderweg naar Amsterdam. Dus ik ga gewoon nu alvast beginnen met alles zelf doen. En ik ga jullie proberen mee te nemen. Zo, en als ik niet genoeg vlog, nemen jullie me niet kwalijk. Ik heb geen energie. Ik ben er niet bij met mijn hoofd. Ik ben een beetje geïrriteerd. Maar het komt goed, oké? Okay? Nou, dat was dus mijn vloer. Dat is mijn vloer. En het kan niet afgemaakt worden, want mijn laminaat is niet genoeg. Zoals ik al had gezegd. Echt, mijn irritaties zijn echt alleen maar aan het oplopen. Want ik dacht, het gaat tenminste genoeg zijn voor mijn kamer. Maar dat was wat hij zei aan de telefoon. En nu is het zo dat het niet genoeg gaat zijn voor mijn kamer. Like, how? Eeuw, door de vogel. Oké, ik ben net weer naar de Quantum geweest. Ik dacht, oké, ik ga gewoon nu een laminaat kopen. Die laminaat is niet op voorraad daar. En het duurt 10 dagen voordat het uiteindelijk komt. En ik moet gewoon dit weekend gewoon echt verhuizen. Dus ik weet niet hoor jongens, ik ben zo moedeloos. Ik ben zo moe van alles. Ik had liever had hij eerst de kamers en zo gedaan. Ik weet het niet hoor. Maar goed, ik heb voor Jeremiah zijn kamer, omdat ik dacht van weet je, even snel dan, heb ik gewoon tapijt genomen. Een zwart of zeg maar heel donkergrijs tapijt. Hij wilde toch wel een zwarte kamer hebben. Maar nu, ja, dat heb ik gehaald, de tapijt voor de kamer en voor de opberghok en zo. Kom maar erop neer dat mijn kamer alsnog niet afgemaakt kan worden. Ook al hoeft Jeremiah zijn kamer niet verder. Like, make it make sense, please. Ik heb geen kracht, ik heb geen energie hiervoor. En ik wil echt niet voega doen tegen mensen. Ik wil echt niet voega doen tegen mensen. Maar ik zag dat hij echt zag dat ik voega was. Want ja, kom op. Ik ben het zo zat, jongens. Ik ben het zo zat. Ik ben zo moe. En jullie raden het nooit. Ik ging ook zo verf wegbrengen. Ik heb die verf in de kofferbak gezet. Ik hoor opeens iets vallen op me doen. Ik stop bij het tankpompstation. De verf helemaal open in mijn kofferbak. Alsof alles vandaag mis moet gaan. I don't get it. I don't have the time nor the energy for it. Please, God. Maar goed, positief blijven. Ik moet positief blijven. Dus ik ga het weer proberen positief te zijn. Ik ga nu gauw naar huis. En verder niet pakken. Mijn vriend is er ook nog steeds niet. Maar oké. Ik ga verder inpakken en dan zie ik het allemaal wel. Oké, we zijn inmiddels al uren verder. En ik ben kapot. Die jongens zijn gelukkig alles aan het tillen. Ik hoef niks te tillen. Mijn vriend, mijn neefje. En twee vrienden. Het is leeg hier al. Het is empty. Ik moet de keuken is alleen nog een puinhoopje. En voor de rest ga ik weer buiten. Dit is, ja, dit moet ook nog allemaal weg. Mijn bed moet nog weg. Een beetje de Maya is nog dit.
Oh nee, we zijn dan nog niet klaar. Want de berghok zit nog vol met spullen. En ik weet dat die jongens me zat zijn, want ik heb echt belachelijk, gewoon belachelijk veel spullen. Hoe ik nu alles moest inpakken, zie ik het ook echt in. Dus ik ga echt heel veel dingen wegdoen, heel veel. En de dingen die echt nog, je weet toch, gewoon brand new zijn, ga ik gewoon op Vinted zetten, want ja. Goedemiddag jongens. Ik ben moe. Verhuizen is echt one hell of a job. En het is niet eens dat ik het voor het eerst doe. Maar nu heb ik gewoon zoveel spullen. Like, hoezo heb ik zoveel spullen? Maar goed. We hebben de eerste nacht geslapen in het nieuwe huis. Oh, en ik heb eigenlijk echt lekker geslapen. Ook al slapen we niet in de kamer, want mijn kamer, de vloer is nog niet klaar. Maar ja, we hebben gewoon in de woonkamer geslapen. Wel gewoon op het bed. Want ik heb gewoon het bed helemaal gewoon klaargemaakt en in de woonkamer gezet. En ik heb lekker geslapen eigenlijk. Ik moet zoveel opruimen. Ik ga jullie zo meteen wijzen. Het is één grote chaos. Ik was nog half aan het slapen toen de bel ging. En toen liet mijn vriend ze binnen en de koelkast is er. De koelkast is er. Maar ik zie dat mijn vriend het niet heeft uitgepakt. Dus ik moet echt even gaan kijken. Kom, ik ga meteen kijken met jullie. Kijk, het is één grote ravage. En trouwens, het is zo donker omdat ik de lichten nog niet heb aangedaan. Maar hier. De koelkast is er. Hij is wel korter dan wat ik dacht. We gaan hem even openen. Nou, jongens, dit is hem. Ik wil eigenlijk een zwarte koelkast. Dat paste bij de keuken, maar het was niet op voorraad. Ik vind dit best wel klein eigenlijk. Ook al is kleiner dan wat ik heb zelfs. Oh, ik weet niet hoor. Later. Zo, uren later en ik ben eindelijk aangekleed en ready om naar huis te gaan. Ik heb gewoon deze joggingspak aan van Lumière. En ik kon eigenlijk ook bijna niks vinden. Doordat ik alles in vuilniszakken had moeten doen. En niet heb kunnen noteren op die vuilniszakken wat is. Maar goed. Ik ga toch niks bijzonders doen vandaag. Ik ga even wat te eten halen. En dan ga ik koken voor mijn broertjes en zusjes. En daarna ga ik nog gewoon een paar dingen proberen te regelen voor het huis. Ik raak echt oververhit, jongens. Deze griep doet echt bij mij. Mijn oog doet pijn. En ik wil niet dat mijn wimpers te snel eraf gaan. Maar goed. Let jullie niet op het rommeltje op de achtergrond, hoor. Want jullie weten, ik ben bezig met verhuizen. Maar goed, let's go. Nou, in plaats van dingen verder doen voor mijn huis, ben ik dingen gaan doen met mijn zusje. Omdat ze morgen jarig is. En die dan gaan helpen met spulletjes halen. Waarom klopt iedereen zo te kijken als ik met hun praat? Maar goed, ik moest ook verhuisdozen. Dus dat is mooi. Ik neem er 2. Oeps. Nou jongens, het was de laatste dag van deze week vlog. Het is vandaag zondag. Zoals jullie zagen is mijn zusje jarig. En ik heb last moment echt een kleine non-alcoholic cocktail party voor haar georganiseerd. Dat waren de beelden die jullie net zagen. En het was uiteindelijk heel leuk geworden voor haar. Ik was er niet echt bij. Ik heb al alles klaargemaakt en alles klaargezet. En ben vervolgens naar mijn oude woning gegaan om die berghok helemaal leeg te halen. En
de vloer helemaal weg te halen. Dus dat is ook echt allemaal gedaan. Ik ben helemaal kapot. Ik kan bijna niet op mijn voeten staan. Zo pijn doen mijn enkels en mijn voeten. Maar goed, ik ben lekker gedoucht. Ik ga nu lekker mijn moeder de bed in. Met deze red velvet taart die mijn zusje voor mij bewaart. En dan ja, ga ik deze vlog afsluiten. Ik wil jullie super bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ook al was het niet super interessant allemaal. Of laat me zeggen, niet interessant. Interessant is niet het juiste woord. Ook al was het niet super spannend. Want het was echt meer verhuizen, verhuizen, verhuizen. Als ik het goed heb. En ja, dat was het gewoon zo een beetje. Anyway, ik hoop dat ik er iets moois van heb gemaakt voor jullie. En dan zie ik jullie weer gauw in een nieuwe video. Vergeet niet te abonneren. Vergeet niet te liken als je dat nog niet hebt gedaan. En zie ja!